Megan had een oude laptop die ze verkocht op Facebook onlangs. Al snel kwam een reactie van een jonge man en ze spreekt met hem af aan het station van Gent. We hebben haar ter plaatse gevraagd om het geld over te schrijven op onze rekening. De persoon in kwestie heeft dat effectief ook gedaan. We hebben dat gezien, dat hij ons rekeningnummer en naam en het bedrag heeft ingevuld. Maar het geld kwam nooit op onze rekening. De koper reageerde niet meer op Megans berichten en ze vermoedde al snel dat de app fake was. Als we het bankrekeningnummer van de persoon in kwestie nagetrokken hadden online, bleek het rekeningnummer niet te bestaan. Natuurlijk later, dan kan je terugzien, hier staat een overschrijving naar de NMBS, wat niet onlogisch leek, want hij kwam met de trein. En dan werd de overschrijving gedaan naar ons van €800. We vinden zelf dit soort nep-apps terug op Telegram, waar er wel wat vraag naar is. Ook bij de FOD-economie is deze vorm van oplichting bekend. Het is een fenomeen dat we wel kennen bij de Federale Overheidsdienst Economie. We krijgen daar meldingen over. En de allerbelangrijkste tip als verkoper is, maak een eigen betaalverzoek aan met je gsm en laat dat scannen door de koper. Dan ben je zeker dat het succesvol wordt betaald.